wie sta je te wachten? Op mijn ouders. Oké, waar komen ze vandaan? Suriname. En wat hebben ze daar gedaan? Of wonen ze, wonen daar? Daar, ze wonen daar, oh. Ja. Is er een speciale reden dat ze op bezoek komen? Ja. Ja, ik ben ziek. Ik word behandeld voor kanker de komende paar maanden. Dus ze komen om me te ondersteunen. Ja, wat heftig. Ja, ja, klopt. Je ziet er helemaal niks van? Nee, ik voel het ook helemaal niet. Maar, ja. Wat heb je dan? Baarmoederhalskanker. En hoe kwam je erachter? Ik ben aan de dokter geweest. Uitstrijken laten maken. Die kwam negatief terug. En nu sta ik hier. Dat was eigenlijk een standaard onderzoek of zo? Ja, ik had al een paar klachten. Waar die me aanspoorden om naar de dokter te gaan. Ja. Maar niet echt super heftige klachten of zo. Niet dat ik dacht dat dit zou gebeuren, zeg maar. Nee, wat akelig, joh. Klopt. En hoe moet het dan verder? Nou ja, het is heel goed te behandelen. Dus ik krijg gewoon de komende maanden chemotherapie en bestraling. En als alles goed aanpakt, dan moet ik weer helemaal beter worden. Hopelijk. Ik heb wel even gedacht van, ja, misschien ga ik wel dood. Tuurlijk, ja. Ik was heel hysterisch toen ik het nieuws voor het eerst kreeg. Op welke manier hysterisch dan? Ja, ik dacht dat ik doodging. Ik kon alleen maar huilen. En, ja. Het is toch wel heel hard wat op je afkomt. En, ja, ik had heel veel angst. Voordat ik dus heen zou gaan. Voor wat mijn gevoel is voor mijn tijd. Ja, ik ben nog niet klaar voor de dood, om het zo te zeggen. Dus ja, het was heel eng. Het is heel eng. Hoe oud ben je? Ik ben 25. En ja, als je dat dan hoort, dan denk je ook meteen, kan ik nog moeder worden? Nou, in mijn geval niet, helaas. Nou, hoe is dat? Nee. Heftig. Heel heftig. Het is niet wat ik had verwacht. Het is niet wat ik had gewild voor mezelf. Maar het is wat ik heb gekregen. Ja? Zo ga je ermee om dat je denkt, ja, ik moet het maar een plekje zien te geven. En als ik het me laat neerhalen, dan ja, kom ik ook niet verder. Dus, ja. Dus jij gaat heel krachtig deze tijd tegemoet. Ja, zeker. Zeker. En chemo en nou, al die dingen. Dat, ja. Misschien had je haar ook al uitvallen of niet? Ja, het kan. Ja, is een mogelijkheid. Hoe kijk je daar nu tegenaan? Dat je dat allemaal mee moet gaan maken? Ja, ik laat het een beetje op me afkomen. Ik probeer niet te veel te denken aan wat als dat gebeurt. Want dan maak ik mezelf ook alleen maar gek. Dus ja, ik laat het gewoon een beetje op me afkomen. En ja, als het haar weg moet, dan moet het weg. En het groeit wel weer terug. Dus ja. Heb je meteen je ouders gebeld toen je het had gehoord? Ja, tuurlijk. Ja, ja. En hoe heb je dat verteld dan? Dat lijkt me ook een moeilijk telefoontje, zeg. Klopt. Het is ook heel moeilijk. Ja, ik heb ze gewoon gezegd. Hoe reageerden zij? Geëmotioneerd. Bang. Heel angstig. Maar ja, ze houden zich ook heel sterk. Wat wil je nou het liefst meteen met ze gaan doen of bespreken? Of? Ja, gewoon meteen naar huis. Lekker met mijn ouders knuffelen. Gewoon met hun zijn. Voordat de zware periode begint. Hoe lang gaat ze blijven? Een aantal maanden. Omdat ja, mijn behandeling vindt ook over een aantal maanden plaats. Oh, zij blijven gewoon de hele tijd hier bij jou? Ja. En wanneer begin je? Morgen. Ja. Ik heb wel respect voor dat iemand zo stralend dat kan zeggen. Morgen begin ik met de chemo. Ja. En de bestraling. Ja, wat kan ik anders doen? Ik ben niet het soort persoon dat dan de hele dag in mijn bed gaat blijven liggen. Janken en zielig doen. Het heeft weinig zin. Dus ja. Maar dat gaat je allemaal lukken. Zeker. Denk het ook. When the sun comes up tomorrow, it'll be a brand new day. We can leave behind the sorrow and the dark of yesterday. I can see the clouds are breaking. There's a rainbow in the sky. There's a second chance we're taking when it comes to you and I. Nothing good.
there's work to do. But we'll make it through, I'll be holding on to you, and we will make it through.